Een 19-jarige Zaandammer is afgelopen weekend op verschillende plekken beschoten. Het gebeurde eerst op de Burgt in het centrum en even later bij het Zaans Medisch Centrum waar hij naartoe was gebracht. Politie zoekt vooral getuigen van de schietpartij op de Burgt. De eerste schoten werden hier gelost, op de Burgt in Zaandam. Een grote parkeerplaats langs de Zaan en aan de Zuiddijk. De 19-jarige man kreeg hier in de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 oktober rond 2 uur ruzie, waarna er op hem werd geschoten. Hij werd naar het Zaans Medisch Centrum gebracht, waar opnieuw het vuur op hem werd geopend door vermoedelijk dezelfde dader. Ja, Wendy Boudewijn is er, politie Noord-Holland. Wat weten we tot nu toe van de toedracht? Eigenlijk weten we nog heel erg weinig over de toedracht. Het enige wat we weten is dat er een conflict heeft plaatsgevonden op de Burgt. Dat op diezelfde Burgt is geschoten. En kort daarop dat er ook is geschoten bij het ziekenhuis door vermoedelijk dezelfde schutter. Maar wat de aanleiding of de inhoud van dat conflict was, ja, dat weten we nog niet. Ja, daar willen we dus achter gaan komen. Wat is de specifieke vraag aan de kijker? Nou, de informatie omtrent het schietincident bij het ziekenhuis, ja, daar hebben we al genoeg info over. Dus daar hoeven we niets meer over te weten. We zijn vooral op zoek naar informatie omtrent de aanleiding en de inhoud van het conflict op de Burgt. Maar ook mensen die tussen 2 uur en 2:15 op diezelfde Burgt iets gezien hebben, wat van belang kan zijn voor ons onderzoek. Ook die mensen willen we heel graag spreken en vragen we om contact met ons op te nemen. De politie tiplijn 0800 6070. Meld misdaad anoniem 0800 7000.